In de Amsterdamse stad Schouwburg werd na afloop van een galavoorstelling de actrice Caro van Eyck door Jan Mus voor het voetlicht geleid. Met een hartelijke ovatie begroette het publiek de kunstenares die de hoogste toneelonderscheiding, de Theo Mann Bouwmeesterring, verwierf. De hulde culmineerde in een lofrede uitgesproken door de minister van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen, de heer Kals. Zijn excellentie legde het accent op de adeldom van haar geest, die blijkt uit de vele diep doorvoelde creaties waarmee Caro van Eyck telkens weer toneelminnend Nederland in verrukking brengt. Met instemming ook van burgemeester Van Hal en zijn echtgenoten schoof de minister mevrouw Van Eyck de beroemde ring aan de vinger. Een ring die alleen door de besten gedragen wordt. Met gerechtvaardigde trots toonde de actrice de ring aan Jan Mus. In het goud van dit sieraad is de muze ter psychoree gegraveerd. Buiten de Schouwburg wachtte een gefakkelde delegatie Amsterdamse studenten die de toneelspeelster en haar echtgenoot de heer Boekman in een open calèche liet plaatsnemen. Langs een erewacht van de studentenweerbaarheidsvereniging begon Caro van Eyck haar nachtelijke zegetocht door de hoofdstad. Met de Ferdinand Bol van de KLM arriveerde op Schiphol een prins. Een keukenprins wel te verstaan, die direct na aankomst een erewacht van de slagersvakschool in ceremonieel tenue inspecteerde. Het was Jean van Andrul, een Belgische meesterkok, die hier als gast kwam van het bedrijfschap voor het slagersbedrijf. Hij en enige andere befaamde koks toonden in de grote keuken van de KLM hun meesterschap op de bereiding van doorregen vlees. Eén hunner was Leonard Nies, eens privékok van Sir Winston Churchill. Ook Heinrich Kerschner, de directeur van het Gastronomische Instituut in Wenen, gebruikte doorregen speklappen voor een van zijn fameuze schotels. De chefkok van de KLM, de heer Krielaert, lanceerde op deze dag de speksnack. Een lekkernij die zelfs de meest verwende luchtreiziger zal bevallen. Die snack werd besteld voor de persconferentie van het bedrijfschap in het Schiphol-restaurant. De heer Burger, de voorzitter van het bedrijfschap, vertelde dat de Nederlandse huisvrouw sinds de dagen van de vleesdistributie voornamelijk magere en dus ook dure vleessoorten wenst. De slagers zijn daardoor genoodzaakt het vlees te ontvetten en het vet tegen zeer lage prijzen aan smelterijen te verkopen. Een groter verbruik van doorregen vlees zou kunnen leiden tot een daling van het algemene prijsniveau. De journalisten probeerden het met speksnacks en ze gingen erin. De Nederlandse jachtwerven verheugen zich in een toenemende buitenlandse belangstelling. Een nieuw kajuitzeiljacht van plastic dat 54.000 gulden kost, is reeds bij tientallen aan Amerikanen verkocht. De opzienbarende prestaties van onze kleine scheepsbouwers worden door de 9e Hiswa-tentoonstelling in de RAI nog eens extra bevestigd. De Billow, een dubbelschroefs motorkruiser, is een van de grote blikvangers van deze expositie. Dit luxe jacht heeft een fraai ingerichte salon en 5 comfortabele slaapplaatsen. Het werd door een Nederlands bedrijf gebouwd voor een Engelse industrieel die er graag 140.000 gulden voor over had. Zeiljachtjes die in een bouwpakket verkrijgbaar zijn, trekken steeds meer de aandacht. Zo'n bootje van het type Valk bijvoorbeeld kan een handige amateur gemakkelijk bouwen. Geheel van polyesterhars is deze Runabout. Een voorbeeld van een kleine, snelle motorboot die ook hier te landen steeds populairder wordt. De bestuurbaarheid, de goede ligging en de snelheid kwamen tijdens een speciale demonstratie die aan de Hiswa vooraf ging sterk tot uitdrukking. Voortgestuurd door een 22 pk motor deed het scheepje de eerste schanssprong die ooit in Nederland werd uitgevoerd. Een sprong van 1,5 meter hoogte. Kenners bestudeerden tijdens deze demonstraties ook de kwaliteiten van de Echo, een zelfbouw zeilboot. Verrassend waren voorts de superlichte plastic roeibootjes die tijdens deze voorshow getoond werden. Het is kinderwerk om ze op het droge te krijgen. Ook de kleine man kan nu op het water rust en ontspanning vinden. Dat bewees de 9e Hiswa. 3.500 schaatsliefhebbers waren in de Haagse hockey toen Joan Haanappel haar kuur begon in de wedstrijden om het Nederlands kampioenschap kunstrijden. Joan, die in topvorm was, reed een voortreffelijke kuur die natuurlijk door haar vader met spanning gevolgd werd. Het Haagse meisje werkte elegant en zelfverzekerd haar 5 minuten durende oefening af en ze overtrof haar voortreffelijke prestaties van de Europese, de Olympische en de wereldkampioenschappen. Thank you.
fraaie zitpirouette eindigde Joan de Cure waarmee ze zich van de tweede plaats verzekerde. Daarna was het de beurt aan onze zilveren Sjoukje, die in een met glinsterende pailletten bezaaid kostuumpje een zeer spectaculaire kuur reed en vele bewonderende ogen op zich gevestigd wist, ook die van de jury. Het 18-jarige Amstelveense schaatsfenomeen bevestigde opnieuw haar grote kunnen, waarvan ditmaal ook haar ouders weer eens konden genieten. Haar gracieuze slotpirouette werd met een verbluffende snelheid gebracht. En het verwonderde dan ook niemand dat ze na de hulde midden op het erepodium mocht plaatsnemen tijdens de ceremonie protocolair, waar ze door haar grote vriendin en rivale Joan hartelijk werd gefeliciteerd. Sjoukje Dijkstra, het meisje dat Nederland op de tweede plaats bracht op de wereldlijst kunstrijden, was hier nummer 1.